naar het Gasthuisplein. Dan zal wethouder de heer Gert Tonen de kinderkunstlijn 2010 officieel openen. Toon uw interesse in de kunstwerken van onze Zandvoortse schooljeugd en zegt het voort! Zegt het voort! En omdat ik dat zo fijn vind dat ze dat doen, krijgen ze ook van. Ja, dan mag jij geven, want dan moet niet elke stof eraf, eraf. Zoenen doe ik dan na afloop. Oh, lekker, laat je dat zien. Nee, dat doe ik. Na afloop. We zijn eigenlijk begonnen met. Marjan Rebel, die was toch kwaad op me. Die dacht van, nou, die is gek geworden, die Tonen. Moet ik naar die school toe en moet ik daar ook nog wat over. En ze is nou toch blij dat ze dat gedaan heeft, heeft ze me vorig jaar verteld. Want ze vond het fantastisch en ze had het eigenlijk al veel eerder willen doen. De roeping misgelopen, dus zij blijft dat nog jaren doen. En ik hoop dat jullie er allemaal heel veel plezier en lol aan beleefd hebben aan die lessen. Maar vooral ook aan het schilderen zelf. Maar, dat hebben ze niet alleen gedaan, want met z'n tweeën al die klassen begeleiden. En jullie weten zelf wat voor rotjongetjes en meisjes jullie zijn, hè? Ja, ja. Nee. Of niet, of zijn ze lief? Ja. Oh, jullie zijn hartstikke lief, zei de juffen. Ja, dat is wel belangrijk. Maar ze hebben hartstikke fijne hulp gehad van, en die verdient ook bloemen, Aamse Vink. Onthoud die naam, als je hem ziet, dan vergeet je hem niet. En de opbrengst van die veiling is met jullie allemaal samen besproken. En ik vind dat echt fantastisch dat jullie dat willen doen. De opbrengst gaat naar jeugdzorginstelling Het Spalier, wat we hier hebben in de Kostverlorenstraat. Dus ik zou zeggen, grote mensen, die nu niet zoveel zijn, maar dat komt ook wel in de krant. Kom allemaal daar naartoe en ga lekker bieden op die kunstwerken, want daar steunen we een heel goed doel. Meesterlijk, in een handomdraai, toverde zij uit eigen doos met kwasten en penselen afwisselende tafereelen. Samen vormend een kaleidoscoop die tot de verbeelding spreekt. Een verdraaid, kleurrijk geheel dat figuurlijk door het dorp loopt. Het drukt uit wat onze jeugd bezighoudt, van dromen tot de werkelijkheid. Verbijsterend hoe expressief hun wereldbeeld aan ons verschijnt. Staat dit jaar het Spalier centraal met kinderen die op ons vertrouwen? Als wingerd worden zij geleid, zodat hun wereld vrij zal kleuren. Ada, fantastisch weer. Mag ik dit mooie bordje bloemen aan jou overhandigen en bedanken voor je mooie gedicht? Nee, kijk, dat is nou de kunst van dichten. Kijk, vroeger had je gedichten. Dat was gewoon. That David played and it pleased the Lord. You don't really care for music, do you? Your life goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The devil can compose and hallelujah, Nine. Fantastisch, kijk eens wat ik voor jou heb. Dit is nou echt speciaal voor jou. Voor op je kamer en die kun je laten drogen. En als je straks 18 bent en dan sta je daar in Carré te zingen, dan heb je dat droogboeketje nog steeds boven je bed hangen en zeg je, oh wacht, dat was van Gert. Ja, gaan we dat doen? Hartstikke leuk, kind. Hartstikke bedankt. Mag ik u snel kijken? Come here.